Een hele goede morgen. Jullie zijn er ongetwijfeld ontzettend van bewust hoeveel we tegenwoordig bezig zijn met onze smartphones. En de grote vraag is eigenlijk, kunnen we nog wel zonder? Daar ga ik vandaag proberen achter te komen. Hoe overleef ik een dag op de TU Eindhoven zonder smartphone? Ja, zo nu en dan ben ik wel verslaafd aan inderdaad. Maar ik kan hem ook gerust een keer een dag uitzetten, zeg maar. Om een volledige ervaring te kunnen beleven vandaag, ga ik mijn smartphone hier bij de cursor inleveren. Ik mag hem morgen pas weer ophalen. Hi. Hey. Dankjewel. Ik ga nu naar college toe en ik ga voor de eerste keer in jaren een college volgen zonder smartphone. Ik ben heel benieuwd. Examen van Frans, daar ben je nu. Tijd college, het is niet super interessant en dan denk ik van, oh ja, oké, laat ik even Instagram checken of zo. I don't know. En dan zit je daar vervolgens van de ene naar de andere en de andere heen en opeens kijk je naar het bord en denk je, oh fuck, ik heb alles gemist. Normaal als je in college zit, pak je gewoon even die smartphone erbij. En het kon nu gewoon niet. Ik kon gewoon niet mijn smartphone erbij pakken. En dat was best wel apart eigenlijk. Want nu was ik dus geforceerd om gewoon altijd op te letten. Dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht, college. Ik heb veel beter opgelet dan ik normaal zou doen. Ik neem jullie nu mee naar het Metaforum. We gaan daar een interview doen samen met iemand die geen smartphone heeft. We gaan zijn ervaring horen. Ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Het is een onmisbare gadget, denken mensen. Want anders ben je niet bereikbaar. Nou, dat is dus geenszins waar, want de mensen die me echt zeg maar nodig hebben en echt willen bereiken, die kunnen me ook gewoon bereiken. Het is vooral rustgevend, want ik heb dus wel een smartphone gehad. Achteraf gezien merk ik wel dat ik minder snel afgeleid raak. Ik heb de voordelen ervaren van het hebben van een smartphone en de voordelen van geen smartphone hebben. En het is een simpele rekensom voor mij geweest. Toevallig heb ik laatst een week zonder gezeten. En het blijkt dat het toch best wel vervelend is, omdat je niet echt makkelijk afspraken kan maken. Maar ook bijvoorbeeld als we het hebben over wat voor leuke dingen we gaan doen in het weekend. Hoe kom je anders in contact? Hoe komt het dat wij zo verslaafd zijn aan onze telefoon? Waar komt het vandaan? Ik heb een boek gelezen, ik ben een boek aan het lezen over dat wij, toen we nog jager en verzamelaar waren, dat we het heel leuk vonden om allerlei informatie op te zoeken. Nou ja, dat was natuurlijk ook nodig om te overleven. Die beweerden dat door evolutie, zeg maar, we nog steeds die behoefte hebben om al die informatie op te zoeken. En nu kunnen we het ook. Ja, en het wordt ons ook heel makkelijk gemaakt om inderdaad die informatie snel op te zoeken. Dus het past wel in elkaar. Zeg maar. Aan de ene kant hebben wij een hele sterke behoefte om nieuwe dingen te leren. En aan de andere kant hebben wij dus de technologie in onze broekzak die ons daarbij helpt. Valt eigenlijk wel mee hoeveel ik mijn smartphone mis vandaag. Maar ik moet ook zeggen, ik ben wel de hele dag al bezig. Het is niet alsof ik niks te doen heb. En aan de andere kant, misschien ben ik juist wel bezig omdat ik geen smartphone heb en ik dus dingen moet gaan doen, want anders ga ik me heel erg hard vervelen. Soms dan ben je met iemand in een ruimte fysiek. Maar dan ga je toch naar je smartphone toe omdat je een gesprek wil voeren met iemand anders. In een restaurant vind ik het belangrijk dat je gewoon naar degene kijkt met wie je bent. Of naar je eten, want ja, dat is ook belangrijk. Maar niet op Facebook, want ja, wat die mensen zoveel kilometer verderop doen, maakt niet echt uit. Toch? Het klinkt misschien heel gek, maar ik wil dus niet zonder smartphone naar huis eigenlijk. Waarom zou ik naar huis gaan? Hier op de universiteit heb ik contact met mensen en thuis, je eigen thuis is opeens een heel stuk eenzaam, omdat je niet gewoon de mogelijkheid hebt om continu in contact te zijn met iedereen. Is het gesprek oninteressant omdat iedereen op zijn smartphone zit? Of gaat iedereen op zijn telefoon omdat het gesprek oninteressant is? Het hangt ook af een beetje van tegen wie je spreekt. Want als het gewoon je vrienden zijn, dan heb je zoiets van oké, het is meer acceptabel, vind ik. Maar soms, wat je op je smartphone doet, is daadwerkelijk een bijdrage aan het gesprek waarin je zit. Als je bijvoorbeeld een filmpje wil laten zien. Als je met z'n tweeën aan het chillen bent of zo, en dan praat je ergens over en de ander zit continu op de telefoon of zo, dan ja, vind ik dat minder fijn. Als we met mensen naar de bar gaan of zo, vind ik het ook niet zo fijn als meer mensen op hun telefoon zitten of zo. Wanneer vind je het wel fijn? Ik hoop in ieder geval dat jij als kijker
iets hebt opgestoken van dit filmpje. Ik hoop dat je misschien bewuster omgaat met het gebruik van je smartphone. Voornamelijk op momenten dat je hem eigenlijk niet echt nodig hebt. Inmiddels heb ik de smartphone weer terug. En surprise, surprise, ik heb helemaal niks gemist.